Het lef, de brani, de flair, het talent en de klasse heeft hij altijd al gehad. Van bij de jeugd van Anderlecht. Op die beelden is het wel duidelijk dat die manier van denken meegekomen is met de manier waarop we werden eigenlijk ook opgevoed in die jeugdploegen in Anderlecht. Het was allemaal meer gericht op het artistieke kant van de voetbal dan op het fysiek.